tijdens de computer van mijn zoon gehad. Die heeft zelf een nieuw model. Hetzelfde model. Dit was zijn eerste model, maar ze ruiden ze niet eens meer in. Dus anders had hij hem weg moeten gooien. Zijn vader, wil jij mijn computer hebben? Ik zei, ja goed, geef mij die computer maar. Dus ik heb neergezet. Want ook de overburen zien dat ik vaak aan het werk ben. Hè. Zit te denken achter de computer. Maar ja, ik doe daar eigenlijk niks mee. Dus ik zet hem alleen aan en uit. Ook vind ik ook leuk als de visite komt, dat ik kan zeggen, oh sorry, ik moet even de computer uitzetten. Weet je wel? Want ik heb ook helemaal geen zin in om ermee te werken. Het interesseert me ook niet. En hij is ook kapot. Want allerlei systemen zijn in de war, dus ik kan hem alleen aan en uitzetten. Maar ja, toch een computer. Ja, dus het is wel lekker, dat het is eigenlijk een aquarium, maar dan zonder vissen, zonder water. Eigenlijk een leeg aquarium, maar ik heb wel een computer. Dus ik zit wel aan de goede kant van de tweedeling. Want er lopen grote tweedelingen door Nederland. Want aan de ene kant van de tweedeling zitten mensen met, aan de andere kant mensen zonder computer. Maar ik heb wel een computer, dus je hebt toch het gevoel dat je een beetje bij hoort.